Kijk wat hier ligt. Hij zegt hier letterlijk dat hij met mij wil vechten als ik niet meewerk. Ik ga die vader bellen, want een dreigbrief kan echt niet, jongens. Dat gaat echt te ver. Oh my god. Ik ben uit met je problemen. Ja. Voordat de video begint hebben we nog één super vette aankondiging. Aankomende zondag 24 mei gaan we 12 uur livestreamen van 10 uur 's ochtends tot en met 10 uur 's avonds. En dan gaan we ook de Podgrond server openen voor het allereerst. Zorg dat je erbij bent bij de 12 uur livestream. Dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is Stefan. Dit is een hele belangrijke video. Het wordt echt heftig en heftiger met het Esmee verhaal. Weet je nou niet waar ik het over heb of wat er gaande is tussen Esmee en die vader en mij? En tussen Podgrond, check even het bovenste linkje in de beschrijving. Dat is de Esmee video van vorige week. Het is een hele heftige video vandaag. Ik heb zelfs mijn haar niet kunnen doen voor deze video. Ik heb namelijk een brief thuis gekregen van die vader van de Esmee. En je springt zo op de gelijk midden in de video. Ik wil vast vragen, heb je advies? Kijk even de hele video af. Laat alsjeblieft in de reacties advies achter voor wat moet ik hiermee aan. Wat moet ik doen? Want ik heb serieus een dreigbrief thuis gekregen. En die ga ik ook voorlezen in deze video. Voor support, ik verwacht jullie support, kijkers. Drop alsjeblieft een duimpje omhoog op deze video en abonneer op ons kanaal hier beneden. En ik hoop dat jullie me kunnen helpen met dit probleem. Gast, Gino, kom, luister. Kijk wat hier ligt. Een brief voor P van Bart de Graaf. Weet je wat het betekent? Nee. Dit is een brief dus van de vader van Esmee is dit. Er zit nog geen postzegel op, hij heeft hem zelf bij ons huis, heeft hij net hier erin gedaan. Ik hoor net ook de deurbel gaan. Maar ik heb geen auto gezien. Toen ik op beneden was die auto al weg. Ging er al de hoek om. We hebben een brief gekregen van de vader van Esmee. Dit kan echt niet anders dan iets heel erg slechts betekenen, ouwe. Laten we hem gaan lezen, kom. Oké, je ziet dus hier de brief. Er staat op voor Peef en daaronder staat Bart de Graaf. Ik ben echt zo benieuwd wat hierin staat, ouwe. Dit kan toch niet... Oh shit, dat is eigenlijk een klein beetje nat is die. Ik ga proberen voor te lezen aan jullie. Even kijken, ik vouw hem open. Voor mij loopt het geintje heel erg uit de hand met Esmee en met die vader dus. Oké, ik heb hier dus een hele brief voor me. Oké, komt ie. Ik maak even een foto van dit blaadje, dan kunnen jullie die ook even in beeld zien. Komt ie, 3, 2, 1. Oké, hier zo is de brief. Jullie kunnen met mij meelezen. Hallo Stefan, samen met mijn advocaat heb ik rond de tafel gezeten om dit te bespreken met hem. Hij is dus echt naar een advocaat gegaan. Je wilt de 5000 euro schadevergoeding niet betalen, zien we. En je haalt ook niet alle video's van mijn kind offline. Je bent te ver gegaan en je luistert niet naar ons. Dit was namelijk in een vorige aflevering. Als je dat niet hebt gezien, zorg dat je die checkt. Ik zal hem bovenaan voor jullie in de beschrijving zetten. Dit gaat zo uit de hand lopen, dames en heren. Echt niet normaal. Ik ben samen met mijn advocaat bezig met een rechtszaak tegen jou te starten. Ik ben samen met mijn advocaat bezig met een rechtszaak tegen jou te starten. We eisen dat alle video's dan alsnog online gaan. Ik denk dat hij offline bedoelt. En een schadevergoeding van 7000 euro. Hij wou eerst alleen of alle video's offline of 5000 euro schadevergoeding. Nu wil hij en alle video's offline. En dus 2000 euro meer schadevergoeding. En hij zit dus bij een advocaat. We zijn klaar met jouw spelletjes en grapjes. En ga je nu helemaal kapot maken. Je gaat hier spijt van krijgen. Dit kan je toch niet zeggen? Hij is de vader van Esmee. Dit zegt hij tegen mij. Wat is dit voor dreigbrief? Als je niet meewerkt in de rechtszaak, kom ik persoonlijk naar je huis toe om het met je uit te spreken als mannen onder elkaar. Ik heb jarenlang in het leger gezeten, dus pas maar op, mannetje. Gast. Hij zegt hier letterlijk dat hij met mij wil vechten als ik niet meewerk. Hij zegt letterlijk dat hij naar mijn huis toe komt dat hij met me gaat vechten. Dat zegt hij letterlijk. Dit is gewoon een bedreiging is dit, hè? Geen geintje. PS, je krijgt komende weken waarschijnlijk een brief van mijn advocaat. Dit is pas het begin. Groetjes Bart de Graaf, / vader van Esmee. Shit, sir. Wat moet ik nou doen? Ik ga het vragen aan de jongens. Boys, jij, boys. Daar, boys, luister. Hallo, wat? Gino, Casper, luister. Yes, yes, ik heb zojuist een brief gekregen. Moet dit Gino, nu? Jij zag moet dat. Dit, ja. Moet dit nu? Oh, jij zag de brief, hè, Gino. Weet je wat erin staat? Ja. Brief van de vader van Esmee. Er staat letterlijk één dikke bedreiging in. Ja. Van de vader van Esmee. Eén dikke bedreiging. Wat dan? Hij wil een rechtszaak starten. Hij zit nu bij zijn advocaat. En hij wil alle video's lijn en 7000 euro schadevergoeding in plaats van 5000. 7000? En als ik niet meewerk in de rechtszaak, komt hij persoonlijk naar ons huis toe. Ja, maar dat kan toch niet? Dat is gewoon een bedreiging, hè? Hij is ook bij ons huis net geweest. Hij belde aan. Of althans, ja, postbode belt niet aan en rijdt dan keihard weg, toch? Hij is dit zelf geweest. Hij weet ons adres. Dit is bizar. Maar hoe weet hij jouw adres dan?
Weet ik ook niet. Heeft een van jullie niet adres gegeven? Nee. Oh mijn god. Ik niet. Wat? FN? Lul niet. Die wou fan wil sturen. Ik dacht misschien dat het grappig. Hij stuurde een foto. Of zij. Nee, nu blijkt hij. Maar hij stuurde dus een foto van iets heel gaafs dat hij had gemaakt. Ik zei van, hé, kan je even naar ze opsturen? Maar... Lul niet, Casper. Je bent grappig, toch? Heb je ons adres weggegeven aan een random fan? Waarom heb je nou dan mijn adres gegeven aan... Hij had een foto gestuurd van iets serieus vets. Van een echt grote Gibby met daar allemaal shit in. Volgens mij... Maar was dat dan wel die vader van Bart? Van de vader van SB bedoel ik. Ja, dat weet ik niet. Hebben jullie iets anders ontvangen? Nee. Het was al een paar weken geleden hoor. Ja, dan was er dus gewoon die vader van SB die op een of andere manier ons adres probeerde te krijgen. Het spijt me echt, joh. Ja, maakt niet uit. Je kan niks aan doen. Goede bedoeling was dat waarschijnlijk. Als je wist dat die vader was, had je het nooit gedaan. Maar dit is echt super kut. Het is niet erg dat hij ons adres heeft, maar... Hij stuurt een dreigbrief en hij gaat dus echt hier werk van maken. Dit gaat dus gewoon echt een groot probleem worden voor ons. Ja, klopt. Voor heel Potgrond zelfs wel. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet oplossen. Wat nu dan? Nou, ik weet het niet. Ik kan ook niet zoveel met deze brief. Mensen zeiden wel van... Wat wil hij dat je doet? 7000 euro betalen? Nou, hij wil dat ik mee ga werken aan zijn rechtszaak. Dit was gewoon een dreigbrief. Hier kan ik niks mee. Ik hoef hier niks mee te doen. Maar het was gewoon een dreigement van ja, binnenkort komt er dus een echte brief. En dan is het voor het echie. En dan is het niet meer voor het geintje of voor het plagen. Oh, die krijgen we ook nog. Ja, dat is van de echte van zijn rechtszaak ding. Of van advocaat inderdaad. Maar, en gaat dus echt een rechtszaak tegen ons starten. Shit, sorry man. Maar wat nu dan? Ja, ik weet het ook niet, man. Moeten we met die vader of misschien met Esmee praten? Ja. Ja, ik kan kijken of ik Esmee een berichtje kan sturen. Je moet sowieso contact zoeken met die vader, want dit kan hij niet maken. Ja. Ik heb geen contact gegeven van die vader. Ik heb wel zijn nummer. Ik kan die vader wel eens proberen te bellen. Zou ik dat doen? Ja, probeer hem gewoon te bellen. Ik ga die vader bellen. Oké, komt-ie. Ik ga die vader bellen, want een dreigbrief kan echt niet, jongens. Dat gaat echt te ver. En het is alleen maar voor een Minecraft-account. Ja, het gaat echt nergens over. Ja, ook video's van zijn kind. Ik weet niet of hij op gaat nemen, jongens. Ja, dan zit hij in de auto, hè? Ja. Ja, sowieso. Hij is hier net weggereden 10 minuten geleden. Nee. Dit is de voice. Nee, hij neemt niet op. Shit, sorry. Oké, dan ga ik kijken of Esmee wel thuis is. Oh my god. Misschien moeten we maar eens een keertje gaan kijken waar hun zelf wonen. Of we kunnen achterhalen waar hun wonen. Nou ja, mensen zeiden van, doe als het nu echt serieus wordt, hè? Mensen zeiden in de vorige keer in de reacties tegen ons van... ga bij hun langs. Ontmasken hoe Esmee eruit ziet. Dat soort dingen. Misschien moeten we echt een keertje bij hun langs. Ja, maar dan krijg je toch alleen niet. Maar meer problemen al gaan waar op masker. Als we opzoeken worden, gezien als stalker. Ja, hij was toch ook bij ons? Ja, waarom gaan we niet terug? Maar, ja, wil je dat probleem hebben met de politie dan? Dat weet ik niet. Kijk eens, laat in de reacties weten, wat moet ik hiermee? Hoe moet ik dit aanpakken? Wat moet ik gaan doen? Laat alsjeblieft advies achter in de reacties of als jij denkt wat er aan de hand is of wat er gaat gebeuren. Oh my god, dit gaat echt niet goed komen, ouwe. We moeten die vader nu dom. Eerst gaan halen, right? Ja. Ik ga even vragen of Esmee komt. Als je zo meteen denkt van, huh, waarom is Esmee WC online op Minecraft? Haar Minecraft-account was toch weg? Dat klopt. Ik heb een cracked server aangemaakt en ze zit op een cracked Minecraft-account. Dat betekent dat je gewoon geen gekochte Minecraft hebt, maar een gratis versie. En daar kan je gewoon een naam in typen. Dus ze typt gewoon Esmee WC in. En vervolgens zit ze soort van op de eigen account. Maar dat is niet haar echte account. Daar kan je ook gewoon Idris Steven typen en dan speelt ze op mijn account. Dat is dus niet de gekochte Minecraft, maar de gratis versie van Minecraft. Die heeft ze. Dus de account is dus zeker weten niet terug. Maar ze zit dus op een gratis versie van Minecraft, waardoor het lijkt alsof ze haar account terug heeft. Dus trap daar niet in. Het is niet haar echte Minecraft account, want die is dus gehackt door de hacker. Esmee, luister. Hoor je mij? Wat? Hallo? Ja! Oké, ik moet echt even met je praten. Weet je wat je vader nu heeft gedaan bij mij? Boeit me niet! Boertje niet. Weet je wat hij heeft gedaan? Nou? Dat weet je hopelijk wel. Hij is zojuist bij mijn huis geweest. En hij heeft hier zo een super grote dreigbrief naar mij gestuurd. Dus? Wat heb ik ermee te maken? Jij weet hier toch ook vanaf? Nee. Je liegt. Jij niks. Je liegt. Ik zat gewoon een watermeloenen uit te eten in de tuin. Je liegt. Ik weet dat je liegt. Ik hoor het aan je stem dat je liegt. Niet. Waarom doe je dit, Esmee? Waarom hou je vader niet tegen? Waarom stuurt hij een dreigbrief? Wilt hij een rechtszaak? Hij wil geld zien. Waarom? Huh? Nee, niet hè. Waarom? Jij moet gewoon luisteren naar mijn papa. Hou je vader anders even, dan praat ik wel met hem.
Nee, die is er niet. Nee, zie je, dan weet je dus wel waar die is. Nu zie je dus gewoon dat je kaart aan het liegen bent tegen mij. Nee. Wel. Nee. Je wist er gewoon vanaf. Je weet gewoon dat hij naar mij toe is gegaan. Hoe kan dit? Nee. Even serieus. Ja, Esmee, wat moet ik hiermee dan? De lana verstopt de hondenbrokken. Wat moet ik hiermee dan, Esmee? Ja, dat is toch niet mijn probleem? Moet je lekker zelf oplossen. Je hebt jezelf met deze problemen geholpen. Nee. Jawel. Helemaal niet. Wel. Ik doe helemaal niks fout. Jij gaan helpen? Jij mij toch ook niet geholpen met mijn account? Je wou toch altijd gewoon meedoen? Ik heb niks kwaads gedaan tegen jou. Praat maar lekker tegen die advocaat. Wat? Nee, we gaan geen advocaat doen. Je vader zei dat ook al. Is die echt met een advocaat aan het praten? Jou zou die liegen, denk jij? Oh, ik zit zo erg in de problemen. Het is je eigen dikke schuld. Fuck. Heb je zelf voor gekozen? Ja, ik kan het nu Waarom ook niet... Waarom luister je niet gewoon? Ja, ik ga niet alle video's offline houden. Die zijn best bekeken op ons kanaal. Dus? Kan mij dat wat schelen? Je deed er zelf altijd zelf aan mee. Je vond het zelf leuk. Nee. Jawel. Helemaal niet. Leugenaar. Nu zit je gewoon... Je wil gewoon... Ik weet niet, wat wil je nou? Waarom doe je zo tegen mij? Je deed altijd zo lief tegen mij. Je deed altijd leuk mee in de video's. Nee. En kijk wat je nu zit te doen. Dat jij niet luistert. Dus je verdient een loon. Wat moet ik hier toch mee, mensen? Ik heb er helaas geen tijd meer voor. Nee, ja, haal dan je vader of geef de Lana. Laat de Lana naar de computer komen. Nee. Gast! Oh my god. Ik heb met je problemen. Ja. Doei! Wat moet ik hiermee? Wat nu? Wat moet ik hiermee doen? Wat kan ik hier tegen doen? Ik kan letterlijk hier niks tegen doen. Ik krijg gewoon een dreigbrief. Ja, het staat nergens op 7000 euro. Voor wat? En alle video's offline. Dat ga ik echt niet doen. Echt niet. Hoeveel video's zijn er wel niet? Een stuk of 40, 50 misschien wel? Al meer dan een jaar zijn we daarmee bezig. Ze deed altijd zelf leuk mee. Ze vond het zelf leuk om mee te doen. Ik maakte dat ook altijd weer goed. Ja, dit loopt zo erg uit de hand. Dit is zo'n onverwachte video. Normaal ga ik mijn haar doen. Ga ik zitten. Hebben ze het allemaal voorbereid. Mijn lampen staan helemaal niet eens goed. Mijn haar heb ik niet eens gedaan voor deze video. Ja... Oké, boys, zijn jullie er? Nee. Ik heb zojuist met Esmee gesproken en Esmee wist hiervan. Esmee weet gewoon dat ze dit heeft gedaan. Dat die vader mee bezig is. Had je haar gevraagd? Ik vroeg of ze niet vanaf is. Ze loog eerst. Ja, ik word gewoon kaart genaaid. Hey, maar zo. Als hij maar geen andere dingen hierheen gaat sturen, hè? Straks gaat hij bakken met zand voor de deur, Nee, serieus waar. Maar weet je wat we kunnen doen? We kunnen op dit moment niet zoveel. We kunnen niet zoveel met deze brief. Het enige wat we misschien zouden kunnen doen is dat we gaan proberen te achterhalen waar woont Esmee zelf. Voor het geval dat het echt een probleem gaat worden dat die vader nog een keer komt. Dat we... erachter gaan komen waar die vader woont. Dus misschien dat Casper wil gaan onderzoeken. Ik denk dat jij daar wel slim genoeg voor bent. Dat jij ik denk dat jij contact moet gaan opzoeken met die vader. Of met die moeder. Ik weet niet of die moeder er ook vanaf weet. Ja. Misschien dat ik dat moet gaan doen. Misschien is dat een goede stap. Misschien weet die moeder er helemaal niks vanaf. Ja. Ja. Maar ik denk zo dat het handig is. Al ga jij zelf ook even, misschien een beetje prijzig, maar zelf ook even een advocaat bellen. Ja, ik weet niet zo goed, wat moet ik doen? Ik ga het aan de kijkers vragen, want ik kan het niet alleen. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Laat alsjeblieft weten in de reactie. Ik heb echt jullie hulp nodig, want het gaat echt uit de hand lopen. Het gaat gewoon fout. En dan hebben we gewoon echt een heel groot probleem. Ja, die moet gewoon zo snel mogelijk stoppen. Ja, die moet zo snel mogelijk stoppen. Oh my god, ja, ik ga het er ook mee houden. Ik weet niet zo goed wat ik hier verder mee aan moet. Ik hoop dat de kijkers mij kunnen helpen. Voor support, drop een duimpje omhoog op deze video. Al wil je nou het vervolg hiervan zien, volgende week woensdag... Probeer ik weer een video te uploaden. Ik probeer elke week een update te geven aan jullie. Met hoe het ervoor staat. Dus abonneer daarvoor op ons kanaal hier beneden. We hebben zojuist 48.000 abonnees gehaald. Dankjewel daarvoor. Iedereen die nieuw is geabonneerd. En die dit volgt. Ja. Ik hoop dat jullie mij bij kunnen helpen. En ik hoop jullie volgende week weer te zien bij een gloednieuwe video. En dan hoop ik dat het ooit beter gaat worden. Of ja, hoe dit verder gaat uitpakken. Dus, like, abonneer. En tot de volgende video. Doei.